godverdomme in de hoek gezet. Totaal niet gered. De wil van de marine. Het is dus paranoia ingegrepen door de wilhoop. Door de wilhoop. Tot alle leegloop. Alles komt om af. Of is de wereld zo klein en alles stom me af. Die kan mijn wereld niet zijn. Ik wil alleen zijn. Anoniem. In verzet. Steeds voel ik me gecheckt. Ik stap hier. Ik zet. Ik ben de lul. Ik ben de lul. Maar het is niet dat we wat uitmaakt. Geen geduld. Geen geduld. Wat met de stijf op mijn lijf echt. Alles is bekend, waar je werkt, waar je woont, wie je bent. In dit gesprek ben je maar gewend. En het is niet dat het wat uitmaakt. Als een vijfde kolonne sta ik op, want het is mijn strijd. We zijn begonnen en geef ik een fok even om mijn vrije kluisterfobie. Is wat ik voorzie. Merk en sorteer jezelf op categorieën. Ik geloof niet meer in de droom, je neppe fantasie. Je bent mij kwijt. Ik ben de lul. Maar het is niet wat het uitmaakt. Geen geduld. Geen geduld. Wat met de stijf op het lijf. Ja. Er is vast een motherfucker in een hoge flat. Die zorgt dat op rendeer en wordt gelet. En ook een kruipje door de nauwe mazen van de wet. Je bent een marionet. Een slappe marionet. Ik leef het te leven mee. Maar vergeten? Nee.